Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen en ik ben de dag begonnen met mijn kamer op te ruimen. Of ja, ik heb het toch een beetje opgeruimd. Het was echt super vuil en check hoeveel ik er heb uitgehaald. Deze zak. Wow, yo. Dat is dus allemaal afval dat ik uit mijn kamer heb gehaald. Er zit natuurlijk ook een jas in en nog andere brol. Sorry voor het lawaai, maar ik kan er niets aan doen. Het zijn de werkmannen daar. Hoppakee, die maken echt zoveel lawaai. Dat is gewoon niet normaal. Ik ga alleszins nu een ontbijtje maken. Let's fucking go. Joe. Ik heb deze ontbijtjes echt zo hard gemist. Niet normaal. Ze zijn echt super lekker, super gezond en verfrissend. Voor de mensen die nieuw zijn en niet weten wat er in dit ontbijtje zit. Hier zit havermouten, ingevroren fruit, pindakaas en daaronder zit er ook nog sojayoghurt met een banaantje. Het principe is gewoon van ingevroren fruit te gebruiken. Havermout, pindakaas en dit gewoon met yoghurt te mixen en dan heb je gewoon een super lekker, voedzaam, fris ontbijt. Het is net een ijsje dat je aan het eten bent en ik kan jullie verzekeren mensen, dit is echt ultra goed voor je. Maak ook eens zou ik zeggen en stuur op Insta of zo door. Dit is mijn Insta, ik ga hier nu van genieten, sowieso, en ik zie jullie later. Peace out. Ah, oké. Okay. You have a swimming pool? Yeah, yeah, yeah. Ooh. Hi. Yeah. Nice, nice. Enjoy. Thank you. Yo. Damn. Ik heb gevraagd aan die mensen wat dat het eigenlijk is en het is een cruiseschip. Ze hebben blijkbaar ook een zwembad. Ja, ik zie het zwembad. Ik zie het zwembad. Check. Geen idee als jullie het kunnen zien, maar hier zou er een zwembad moeten zijn. Wow, yo, dit is knijters. Dit is knijters. Ik ga alleszins nu richting Decathlon. Woehoe, ik wil ook op het water. Let's go. Super nice mensen, check die shit. Ik heb een nieuwe paddle gekocht. Het is een race model. Dit blad is dus extra groot en ik ga dus extra snel gaan. Woppa, ik heb er zin in. Ik ga nu hier naar buiten. En ik ga gewoon mijn subboard oppompen en ik ga gewoon een toertje doen. Ik heb er zoveel zin in. Het is eindelijk terug zomer en ik heb een nieuwe paddle. Woehoe, let's go. Het enige nadeel aan het subboard is dat je het moet opblazen. Maar het handige is wel, het past allemaal in deze zak. Wow, yo. Dit is zand uit knokken. Ik ga een beetje opmeten. Dan voel ik me net alsof ik naar het strand ben gegaan. Wow, yo. Holy shit. Dat is echt fucking vermoeiend. Om dit
in bijna één keer op te pompen. Ik ga nu mijn camera daar zetten op mijn raam en zo kan ik gewoon alles filmen wat hier gebeurt. Dat gaat wel nice zijn, want ik vertrouw echt niet om mijn camera hier te zetten. Wie weet komt er iemand en gaan ze hem gewoon stelen. Daar heb ik totaal geen zin in. Joe, let's go. Oh, fuck. De subsessie was echt ongelooflijk nice. Niet normaal, ik heb er echt zoveel van genoten. Er was wel een probleem, ik ging heel traag en ik ging van links naar rechts. Maar ik was vergeten mijn vin erop te steken. Ik heb dan in mijn rugzak gekeken en mijn vin was gewoon niet aanwezig. Dus ik ga morgen achter een nieuwe vin bij Decathlon. Hopelijk verkopen ze dat daar alleszins apart. Ik moet binnen een uurtje werken en ik zit er in de surf vibe. Dus ik heb gewoon mijn mp3 en ik ga gewoon een beetje cruisen met mijn skateboard. Een beetje door Gent en waarschijnlijk een soepje of zo gaan halen. Want ik heb zin in een soepje van de Soup Lounge. Zo, oui, zo. De homie Boef zit hier te slapen. Hallo, Boefke. Hij reageert bijna niet. Het lijkt echt soms als ze dood zijn. Maar eigenlijk zijn ze gewoon helemaal moe van de warmte. Hij beweegt zelf bijna niet. Wajo, dat is echt wel zot. Ik ga alleszins nu vertrekken. Let's go. Shit, dit is geheime politie. Altijd hard om dit te zien. In ieder geval, hoppa, ik ben bijna aan de soup lounge. We gaan soep eten. Ook al is het warm, ik heb zin in een soepje. Nergens een spot waar ik lekker op het gemak alleen kon chillen en natuurlijk mijn soepje kon opdrinken. En ik heb uiteindelijk één gevonden en zelf hier heb ik pottenkijkers. Kijk die shit. Nu zitten ze niet meer te kijken. Maar daarnet zaten ze zo te wijzen en ja, van alle rare dingen te doen. In ieder geval, het is hier ook een spectaculair beveiligd domein. Jullie zien het. Ik ga niet tot daar, want dan kom ik waarschijnlijk in de problemen ofzo. Ik ga nu genieten van dit soepje. Ik heb er zoveel zin in, sowieso. Ik heb nog eens tomatensoep genomen. Het is hier echt heerlijk. Check, met mijn voeten vrij. Hoppa, een zalig uitzicht. Joehoe. Dit is het goede leven, sowieso. Hoppa. Straks gaan werken, dat is natuurlijk wel iets minder goed. Joehoe. Mensen, ik heb net gedaan met werken. Holy shit, ik ben gewoon direct op de cruise vertrokken. Ik heb zin om te cruisen, te genieten van het mooie weer. Het is al later dan 8 uur en we zitten hier gewoon in onze shore. Ik voel me gewoon netteren op vakantie in Barcelona. Het is hier echt heerlijk. Woehoe, we gaan nu de natuur in. Let's go. Dat is gewoon puur genieten. Check die shit, daar zitten allemaal kleine eentjes. Ik
geef een shout-out naar alle gasten als skaten. Ja, en zeker mijn vader. Sowieso. Ja, dat is al een skater. Boom, en dat is de vader. Er zitten trouwens daar allemaal kikkers en dit zijn alle geluiden dat jullie horen. En natuurlijk ook gewoon geluiden uit dit bos van de vogels. Het is hier gewoon zalig, mensen. Check die plek. Dat is echt een van de mooiste plaatsen ooit. Ik ga hier sowieso meer komen. Het water staat hier ook gewoon gelijk. Dat is echt wel zot. Normaal zou je denken dat dat water dan gewoon naar hier komt, maar blijkbaar niet. Op deze plekken wel. Oh, de eendjes zijn daar. Hallo. Wauw, dit is zo mooi. Ze denken waarschijnlijk dat ik eten ga geven ofzo, maar eigenlijk moeten die eendjes zelf hun eten zoeken. Want anders gaan ze nooit zelfstandig worden en brood aan een eend of zo geven is eigenlijk niet gezond voor hun. Ze moeten gewoon uit de natuur eten. Maar kijk hoe schattig ze zijn. Wauw, dat is echt wel zalig. In ieder geval, ik ga nu het stad in, ik ram van de honger en ik heb gewoon zin om iets af te halen en daar lekker op te eten op een super chille spot. Dus bij deze, let's go! Dikke shout-out naar de werkmannen die dit hier hebben gemaakt. Holy moly, die zitten daar nu nog pintjes te drinken. Ze zijn net klaar met werken en het is al bijna 10 uur of zo. Echt respect voor deze mensen sowieso. En morgen staan ze hier om 5 uur terug. Holy moly. Hey! Ik ben uiteindelijk toch niet gaan afhalen. Ik heb gewoon zelf 2 lekkere hamburgers gemaakt. Ik wist dat ik de ingrediënten thuis had leren en ik dacht, ik ga dat gewoon erop maken. Het heeft zo lekker gesmaakt. Ik ben alleszins mijn dessertje aan het eten. Alpro soja. Dit is een ijsje. Alpro maakt nu ijsjes en dit is volledig nieuw. Dus mensen die nu bijvoorbeeld lactose intolerant zijn of vegan zijn, die kunnen nu gewoon ook genieten van een super lekker ijsje. Ben & Jerry heeft trouwens momenteel ook vegan ijsjes. Ik ben niet vegan ofzo, maar ik probeer wel zo bewust mogelijk te leven en zo gezond mogelijk. En alles wat dat nu eenmaal gezond is, is gewoon vegan. Dus het is gewoon een nice alternatief. Maar ik ga gewoon ook een lekker ijsje eten in de Oosterijen of bij de Post en Knokken of bij Pierino of waar dat ik gewoon wil. Maar soms ben ik gewoon geïnteresseerd in die mega lekkere vegan shit. Ik vind dat gewoon cool. Ik vind gezond eten en gezond leven gewoon cool. Het is gewoon fucking cool om gezond te zijn en om je goed te voelen. Dat is gewoon cool. Haha, genoeg cool gezegd. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out, ciao, yo.